Vandaag ga ik één dag terug naar school met Giel. Wat hij niet weet is dat ik van tevoren contact heb gehad met zijn broer om alle diep verstopte herinneringen weer boven water te halen. Zo ziet Giel leraren die hij nooit meer dacht te zien, komen de oude bekenden langs. Ja, en komen we een paar pikante foto's tegen. Dit mag je niet uitzenden. Welkom op school. Ik heb mijn eigen schoollijn. En om die prachtige schoollijn te promoten en te eren, maak ik een serie waarin ik terug ga naar school met mijn collega's. En vandaag is dat Giel. Ja, omdat jij bent altijd zo awkward. We gaan terug in de tijd naar school met Giel de Winter! Dit is Giel, vooral bekend van het fantastische YouTube-kanaal Stuk TV, waarin hij met zijn twee vriendjes leuke vlogs maakt over fashion, lifestyle en... Nee, fuck it. Jullie weten wel wie Giel is. Giel en ik zijn vandaag terug naar school. Niet zomaar naar school, maar het... Udus College. In... In Uden. Voordat we beginnen, moeten we natuurlijk wel een klein beetje voorbereid zijn. Ik weet niet of jij je schrift en je pennen mee hebt genomen, maar... Nee, natuurlijk niet. Ik zei nog, neem het mee. Wat? Neem het mee. Neem je tas mee, je pennen. Dat heb je helemaal niet gevraagd. Jawel. Nee, je hebt gevraagd, doe zoals je altijd deed als je naar school ging. En ja, dat was niks meenemen. Dat was niks meenemen. Nou, gelukkig ben ik voorbereid. Spullen. Lekker. Toen wij op school zaten... Toen was dat helemaal niet. En bij jou is dat al 30 jaar geleden. Wanneer zat je op school? Ik ben 30. Dat was 14 jaar geleden. Laten we beginnen bij de tassen. Oké, welke denk jij dat ik zou kiezen? Sowieso de Calvin tas. Ik kies deze. Boezo gaat... Wil je dat ik die kies? Nee, ja. Nou, ik pak deze. Nou, deze vind ik echt mooi. Echt mooi. Deze is echt fantastisch. Ja, dit is ook wel echt... Dan pak ik hem ook. Ja, dan pak ik hem ook. Oké, nou deze kies ik niet. Nou kies ik wel deze. Oké, dat is goed. Weet je, mijn ziel is zwart. Jij gaat alleen maar... Mijn ziel is zwart. Kijk maar. Wat doe je? Alleen maar het safe optie. Je moet je eigen stijltje krijgen hier op je school bestaan. Dus je mag alles kiezen wat je kiest, ook al ga je voor een rol. Mag ik ook kiezen met wie ik in de klas kom? Ja. Ja? Niet met mij. Nee. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Ja, dit past wel bij mij. Oh, ongezonde dingen. Je mag wat... Ja, je... Oh, nice. Deze neem ik mee. Ik moest research doen voor deze aflevering, dus ik moest allemaal foto's van jou zoeken van vroeger. Ik keek naar die foto's, kon niks vinden. Ik zag alleen maar een hele dik jongetje steeds, maar ik wist niet waar jij was. Ja, ik vind het nu al... Het leek alsof iemand met zo'n bolle filter altijd die foto's maakte vroeger. Was dat zo? Wat is dit? Dat is een powerbank. Oh, dit is een powerbank. Snap je, die kan niet missen natuurlijk. Wat handig. Eerlijk is eerlijk, het is wel heel tof. Ja, waar toch? Komt dat monster vandaan? Dit ben jij? Ja, dat is gebaseerd op mijn hoofd. Op al jouw emoties. Daarom staat er heel vaak jankend op. Dat ik huil omdat ik niet zoveel views heb als Stuk TV. Nee, maar dat komt misschien. Oké, ik ben ready, man. Er kan natuurlijk één ding niet ontbreken op school. Namelijk, je moet wel een klein beetje weten wat je gaat doen. Wat ga ik vandaag doen dan? Dit is het rooster van vandaag. We beginnen met geschiedenisles. Ja. Je kan het dan wel een beetje raden, denk ik. Ja, je gaat volgens mij terug in de tijd. Dat is vaak zo, hè, met geschiedenis. Ja. Normaal gesproken krijg je natuurlijk lessen over de Grieken, over de Romeinen, over de Tweede Wereldoorlog, over wat dan ook. Vandaag gaan we iets minder ver terug in de tijd. Het heet de geschiedenis van Giel. Oh nee, no way. Dit mag je niet uitzenden. Geschiedenis van Giel. Nou, leg het eens even uit. Ja, dit was een tijd waarin ik mezelf een beetje ontplooide. Letterlijk en figuurlijk. Ik zie echt hele goede oude vrienden. Wie zijn dat dan? Nou, ik zie Ruben Verhoeven. Ik zie Riekes de Jong. Ik zie... Ruben, Riekes. Al jouw vrienden begonnen met een R. Riekes, Ruben en Roy. Ja, Riekes, alle drie R's. Ja, stom toeval. Ik zocht niet zomaar vrienden uit bed. Allemaal altijd. Jongens! Jezus! Ik ga je even... Jullie te zien, man. Holy shit. Maar ken je dit nog? Ja, we hebben net foto's teruglopen halen. En, ik moest wel echt diep graven, hoor. Kijk. Om de herinnering een beetje naar boven te halen. Hier zit nog meer spul in. Kijk dan. Hoe dan? Yo. En weet je wat het mooie is? Je hebt zoveel gedronken dat je gewoon de helft maar weet. Daarover gesproken hebben we heel veel drinken zodat je de helft maar weet. Ja. Daar heb ik nog een paar foto's die je misschien niet meer kan herinneren. Nee. Ah, nee. Daar komen ze. Mag ik je... Deze is ook mooi. Maar zo kennen we. Ja.
Maar hadden jullie ooit gedacht dat het zo deze kant op zou gaan? Ja, Seo en Giel, ik bedoel gewoon qua gewoon aanpakken en gewoon dingen doen. Dan was Giel gewoon ook een beetje wel de leader. Je hebt nu een kindje, ja. Ja, met paps. Tijdens zijn veranderd. Tijdens zijn veranderd. Ja, maar dit, ja. Ja, misschien heb ik meerdere kinderen rondlopen. Muziek! Als het goed is, heb jij ooit muziek gehad? Ik heb ooit muziekles gehad, ja. Wat is dit? Wat is dit? Drum battle? Moeten we even een leraar hebben, denk ik. Ja, dikke neus, hè. Ik denk wel dat het handig is. Ja, ik ga jou geen les geven. Dus ik ben... Oh, ga lekker zitten. Hoi. Hoi. Lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Ja. Oh, dit had je even geregeld. Wat word jij nerveus ineens? Nee, helemaal niet. Hoezo? Kennen jullie elkaar al? Of, Hoe lang is dat geleden? Dat is 16 jaar geleden. 2003, denk ik. Toen was ik heel druk. Heel bewegelijk. Ja, maar... Als je iets moest presenteren, of als je moest drummen, of als je iets moest doen, dan was dat altijd prima. Ja. Maar hoe dat het bij theorieles ging, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik vind het... Heel knap dat jij nog ergens bent gekomen op basis van wat ik allemaal hoor. Wat is dit nou weer? Hey, ja, jullie gaan een drum battle doen. Vet. Nice. En hij begint zo direct met zijn ritme. Dat doet hij 3 keer. Daarna speelt hij klum, 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 klum. Daarna neem jij hem over. Op het moment dat je hem goed overneemt en jij speelt jouw stukje goed, dan krijg je een punt. Gaat nooit. Laten we geen battle houden. Ja, dit is voor mij zo'n brainwashed. Ja, het spijt me heel erg, Giel. Krijg ik weer een 2, hè? Krijg ik weer een 2. Ah, weer een 2. Ja, eigenlijk wel. Nou ja, tot zover deze muziekles. Tenzij jij nog heel graag een stukje keyboard wil spelen. Nee. Het is pauze. Iedereen kent het gevoel op de middelbare school dat er leraren zijn die tegen jou zeggen: ah, mag niet. Geen pet op. Niet dit, niet dat. Niet leunen achterover. Daarom heb ik dit rad laten maken. Dit is het rad met dingen die je niet zou mogen doen op school, die we wel gaan doen op school. Altijd groen, hè? Oeh, rood. Rood, zeg maar. Ah, dit is leuk. Graffiti spuiten. Dat is leuk. Heb je wel eens getonkt? Ja, ik heb wel eens getonkt hier. En hoe heette hij? Kelvin. Altijd tijdens opnames zit welke altijd kapot stieren. Ja. Kan jij dit, eerlijk? Nee. Ik heb dus net begrepen dat dit ook blijft hangen hier. Dus we moeten wel iets memorabels achterlaten. We moeten gewoon gaan beginnen. Pak het. Okay. We zien wel. Bonnie. Jochem, hoe lelijk is het? Precies dat. Hier hangt geld. Dit is dit. Dat is troep. Nee, maar dit ben jij. Er staat een pijltje. Pauze is voorbij. Boah, wat lelijk. Als je van een afstandje kijkt, is het nog lelijker. Het is tijd voor Gym Giel. Als er iets duidelijk is, is dat jij wel een sportieve man bent. Ja. Je bent ook altijd heel scherp. Heren, welkom. Hallo. Zo. Bij de gymles. Ringzwaai, joh. Jezus, joh. Je kunt alles kiezen, maar dat niet. Ben je er klaar voor, heren? Nou, als ik die ringen nu zie, niet. Maar we gaan het gewoon doen, toch? Ja. Ja, let's go. Lekker, Giel. Wat ben jij, Kel? Here we go. Was dit? Prima. Kijk op nonchalant. Nee. We gaan strijden. En Ben gaat ons nu vertellen wat. We gaan zo meteen een wedstrijdje hangen doen. Okay. Ik hou de tijd bij, maar ik verwacht veel van jullie. Ik voel met de rol echt iets erop. Nee, ja, nee. Ja, ik deed niet mee aan dat seizoen toen jij dat meedeed. Ik dacht, dat wordt te makkelijk. Oh. Nee. 3, 2, 1, go! Pijn is pijn. Focus. Je bent papa, man. Doe het voor je child. Godverdomme, ouwe. Ja, nu ga je zeggen dat het mijn schuld was. Nee, nee, ja, maar nee. Ik vind jullie het echt goed gedaan hebben. Meteen opgepakt, halve draai, hele draai, daarna pak je die hang. Dus, als je ons een cijfer zou moeten geven? Ik zou een goed geven. Voor ons allebei. Allebei. Lekker. Allebei een goed. Ik zou niet zeggen dat jij een expeditie hebt meegedaan. Aangezien ik de challenge heb verloren, mag Giel bij mij billenbrand doen. Nee, hoe noem je het? Kontje knallen. Hier, even niet te dichtbij. Niet zo tand toe dichtbij. Groene lijn. Hup, staan. Zal ik gewoon zo hard mogelijk schieten en dan kijken of ik hem raak? Ik ga ons uit de rand. Wat is dit, Ben? Kom, schiet op!
Ja! Lekker. Oh! Oeh, die was best wel lekker eigenlijk. Krijg je thuis niet, hè? Nee. Tussenuur! Ik ga je wat vragen stellen over hoe je was als leerling, die je eigenlijk al beantwoord hebt in de vragenlijst. Maar alsnog ga ik ze je nou spontaan stellen. Hoe vaak werd je de klas uitgestuurd? 40 keer ben ik uitgezet. 40 keer de klas. Maar van zeg maar nooit tot vaak? Ja, is dit heel vaak. Ik zou het altijd een beetje verdoezelen. Ik zou gewoon zeggen, ah, je viel wel mee. Dus daarom heb ik even wat leraren van jou gevraagd. Ah. Fuck. Om een filmpje te maken, nee, waarin ze ook deze vragen beantwoordt. Is dit voor een opname? Vaak werd Giel de klas uitgestuurd. Ik stuurde hem nooit weg. Ik ook niet. Ik vond het veel te gezellig. Ik ook. Maar bij andere collega's werd hij echt wel vaak de klas uitgestuurd. Ja, het is helder. Hoe vaak had je je huiswerk af? Nou, dat nooit. Nee, nooit. Leren deed hij niet, maar... Daarom ga je naar school om te leren en je deed het gewoon niet. Wie was jouw favoriete lerares? Oh ja, dat was Schakman. Ja, dat was kijk. Nice. Oh, hey Giel. Tuurlijk wil ik je graag zien en herinnering met je ophalen, maar dat doe ik liever zonder al jou en je Kelvin volgens. Dus, ik heb een nummertje gescoord. Lekker. Iemand heeft een filmpje voor jou ingesproken van iets wat jij gedaan hebt tijdens je middelbare school. Yo Giel, Robert hier. Ja man, dat feestje van jou, legendarisch. Ik weet nog dat die vlammen zo warm waren, niet normaal. Dat je nog moest smeken of je vlammen kon uitzetten. Op naar nog veel mooie herinneringen samen en je bent een topgozer ouwe. Ik zie je snel. Ja, dit kan ik waarderen man. Ik was al echt aan het ondernemen. Toen kreeg ik de kans om een laatste evenement te organiseren. Toen had ik DJ Hartwell geboekt. Hoor, hoeveel geld? Ja, 500 euro. Maar ik had hem tussen de vlammenwerpers gezet. Dus hij kwam daar. Hij wist niet waar hem boven kwam. Over die vlammen gesproken, de naam en de flyer die gaven wel wat weg over vlammen. Burn it up. Dit is keihard man. Fucking mooi toch? Ja, fantastisch. Wel echt een lelijke flyer. Dit keer voor een examen. Heb je examen gedaan in zo'n gymzaal setting? Ja, ja. We hebben een eindexamen. Dit is van het jaar dat jij examen hebt gedaan. Yeah. Er zijn letterlijk die vragen. Hier een beetje succes. Hoe weet ik in 1948 hoe die leiders heten? Dit heb jij ooit geleerd? Ik heb dan toch gewoon eerst dit hele fucking boek van het jaar moeten lezen? Maar dat zou dan toch ergens nog Jezus. Moeten... Nou, ik ben klaar. Kom maar. Juf! Ik heb gewoon vlug regen voor de kak naar huis. Terwijl wij wachten op onze uitslag, ga ik jullie nog even vertellen dat mijn eigen schoollijn, waar we eigenlijk de hele dag al mee aan het chillen zijn, verkrijgbaar is bij HEMA. Ik ben er super trots op. Allemaal etuis, schriften, powerbanks, tassen, agenda's, de hele bende. Schaf lekker wat aan. Dat zou ik leuk vinden. Als je dan toch schoolproducten moet halen, haal dan die van Café. En volg me ook even op Instagram, want dan maak je kans op leuke prijzen. Dus doe dat. De eindcijfers. Laten we beginnen met die van mij. Het draait om jou, maar eerst even mijn cijfer. Ik heb voor de lol even gedaan. Wat heb ik gehaald? 5,5, dus je bent geslaagd. Ja, 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 ja. Giel, hakken over... Zie je dat? Hakken over de sloot. Hakken over de sloot. Over de sloot. Ja. Wat denk je? Niet met hakken over de sloot. Ja, 4,5. Wat een kutprogramma zeg. Echt waar, ik ga naar huis. 4,5. Ik ga naar huis. Het was gezellig. Zet die lampen maar uit. Zet die lampen Volgende maar uit. Volgende aflevering weer een nieuwe persoon. Gaan we weer terug naar school. Was superleuk. Bedankt. Hè. Het is helemaal niet eerlijk, die 4,5. Waar komt die stront vandaan? Zie je? Ik ga echt letterlijk op zeggen. Hey, jongens, luister. Ik doe mee aan een campagne voor de HEMA. Ja? Ik krijg een 4,5.